Een jetlag is altijd vervelend, vooral voor de reizende ondernemer die meteen weer aan de slag moet. Het Okura Hotel speelt in op dit probleem met een speciaal jetlag-programma. Dankzij licht, sport en een passend dieet wordt de jetlag flux bestreden. We hebben een speciale jetlag-lamp van Philips. Die kan je op de kamer neerzetten, zodat je als je op het bureau aan het werk bent, ondertussen dat daglicht tot je kan nemen. Dus, mensen kunnen ook overdag gaan sporten. Eventueel kunnen gasten er ook nog een menu bij boeken, waarbij ze 's ochtends een jetlag ontbijt krijgen. En de bedoeling daarvan is dat er heel veel proteïne in zitten, die je veel energie geven voor de rest van de dag. En aan het einde van de dag eet je eigenlijk veel lichter, zodat je makkelijker in slaap valt. Ik ben gisteren geland vanuit Sint Maarten om 8 uur 's ochtends. Dus gevoelsmatig was het 2 uur 's nachts nog daar in Sint Maarten. Dus ik was echt helemaal, nou ja, wel erg moe. En ik zat ook echt, zeg maar, weg te dutten af en toe. Dat je echt, zeg maar, even, weet je wel, dat je zo even wegvalt van vermoeidheid. Dus het was wel zwaar even, die jetlag. En dat allemaal terwijl we slechts een andere tijdzone betreden. Slaaponderzoeker Eus van Zomer heeft onderzocht wat we eraan kunnen doen. Je kan gebruik maken van eigenlijk hele natuurlijke dingen. Het belangrijkste zijn helder omgevingslicht en sporten. Het probleem daarbij is een beetje dat je niet kan zeggen van ik neem wat helder omgevingslicht en dan gaat het over. Of ik ga wat sporten en dan gaat het over. Dat moet je op een bepaald moment van de dag doen. Dus je moet op sommige momenten van de dag moet je juist wel helder omgevingslicht zoeken. Maar op andere momenten van de dag moet je dat juist heel erg vermijden. En daarom biedt het Okura een jetlag-programma op maat. Jetlag is iets waar alle reizigers die lange afstanden afleggen, oost-west of west-oost, last van hebben. Nou, als je dan een briefje erbij krijgt van op deze manier kom je daar het beste doorheen. Ja, ik zie dat alleen maar net zoiets als een hotel boeken waar een prettig bed is of een rustige kamer. Dus ja, ik zie het zeker als nuttig. Ga je de volgende jetlag ook weer op die manier aanpakken? Absoluut. Ja, hoe ik me nu voel, dat is echt, ik merk echt wel het verschil. Ja, absoluut.